Tijdens het bijzondere dierenspreekuur ontvangen Piet en Celine Bart. En hij heeft iets speciaals meegebracht. Bart, wat voor bijzondere vlinders zijn dit? Nou, ik heb jullie programma gezien en ik dacht, jullie zoeken aparte beesten. Dus ik heb iets meegenomen wat jullie waarschijnlijk niet altijd in het programma hebben. Nee. Deze hebben we niet gehad in beestengeluk, nee. Ik kweek thuis vooral nachtvlinders. En nou, hier heb ik een voorbeeld meegenomen. Dit is bijvoorbeeld een maanvlinder uit Rusland. Mooi hoor. Je kan hem gewoon vasthouden, omdat de buitentemperatuur is vrij koel. Ja. En insecten die zijn koudbloedig. Dus eigenlijk voor hun metabolisme, om te kunnen bewegen, hebben ze externe warmte nodig. Ja. En dat is de reden dat hij nu ook aan het trillen is. Want hij is nu eigenlijk zijn vliegspieren aan het opwarmen om weg te kunnen vliegen. Maar dan gaat hij zo wegvliegen? Ja, voor die tijd zal ik hem wel terug doen. En kweek je ze zelf? Ja, ik kweek ze zelf. En deze vlinders hebben gereduceerde monddelen. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze niet kunnen eten. Huh? En om die reden leeft hij maar een week. Oh, dus elke vlinder wordt een week oud? Ja, nou, dan hij heeft geen mond. Hij kan eigenlijk niet eten. Nee. En dat is de reden dat ze zo'n dik achterlijf hebben eigenlijk. Daar zit vooral een vetvoorraad in waar ze van leven als volwassen vlinder. Maar betekent dat dan dat je ze nooit hoeft te voeren? Nee. Waar komt die voorliefde voor vlinders vandaan? Nou, ik vind sowieso leven in het algemeen heel interessant. Alle gekke planten, gekke dieren en niet alleen vlinders, maar ook ongewervelde reptielen. Ja. Ja. Maar de reden dat ik vlinders heb gekozen is, het gaat slecht met ze de laatste tijd. Heel veel van de biodiversiteit wordt bedreigd. Ook amfibieën, ook reptielen, maar ook vlinders. Ja. En door die manier hoop ik gewoon wat aan bij te dragen eigenlijk. Ja. Gewoon door meer ook awareness erover te verspreiden bijvoorbeeld. En, goed zo. Omdat je gewoon ook heel veel over kan ontdekken. Oké, nou dit is een pauwoogpijlstaart. Het is een pijlstaartvlinder die je ook in Nederland tegen kan komen. En zoals je ziet is die goed gecamoufleerd als die stil zit. Maar hij heeft zijn naam te danken aan een speciaal trucje dat hij heeft. Hij heeft op zijn achtervleugel twee hele mooie oogvlekken, zoals je dat noemt. En als die lastig wordt gevallen, dan kan hij dit doen. Dan laat hij zijn achtervleugels heel snel zien. Dan doet hij een soort dansje. Ja. En vogels die schrikken er eigenlijk van. Die denken, dat is een potentieel roofdier. Ja. En die laten hem dan met rust. Zoals je ziet heeft het ook hele mooie opvallende kleuren. Ja, mooi hoor. Ook gewoon Nederlandse vlinders heb ik dus. Ja, te gek hoor Bart. Heel gaaf. Wat een beetje tegenvalt is dat je geen vlinderdasje aan hebt. Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Nee, dat vind ik te kiezen. Oké, dat is een beetje de zo'n type ben ik ook.